En toen, midden in de coronatijd, kwamen de onvermijdelijke livestreams, ook van musicalsterren. Namelijk een van de gewaardeerde musicalvriendin van ons, de ster van Mamma Mia, Antje Monteiro. Vrijdag 17 juli geeft zij namelijk een concert vanuit haar eigen tuin. Wat zijn haar plannen? Welkom in mijn tuin en welkom bij de Musical Garden, zoals we dat natuurlijk straks gaan doen. Ja. Hier woon ik eigenlijk. En zoals jij nu filmt, zo gaat het straks ook gefilmd worden. Dus je kijkt daar naartoe. Oh, we kijken uit op het water. Precies. En op de boerderij. En dan staan wij, of zitten wij waarschijnlijk op 4 barkrukken hier in de tuin. Met natuurlijk uiteraard 1,5 meter afstand. Nou, je ziet het, dat lukt wel. En dan hebben we de pianist natuurlijk met Bernd van den Bosch en een gitarist nog. Die ons gaan begeleiden. Die zullen daar een beetje aan de zijkant staan. Of zitten. En, en daar is de camera. Meerdere camera's van meerdere hoeken. En ik hoop ook dat je hoort hoe mooi de vogeltjes klinken. Ja, want dat vind ik zelf zo mooi wel, hier. Ja. En we gaan geen podium doen. Het is echt puur natuur. En dat wilde ik heel graag als gevoel. Dus het moet echt het gevoel zijn van deze prachtig mooie tuin. We zijn met z'n vieren. We zingen akoestisch. We zijn vanavond aan het bespreken wat we gaan zingen. We hebben een meeting. Dat zal ik straks even iedereen laten zien. En we willen ook gewoon het pure gevoel overbrengen met elkaar. En ik denk dat dat wel heel moois en uniek is van dit hele event. Gasten. Mijn gasten, zal ik ze aan je voor gaan stellen? Want jullie hebben een primeur. Want vanavond is de eerste avond dat wij bij elkaar zijn om het repertoire te gaan bespreken. Voor 17 juli. En we gaan even kijken. We beginnen even met Vajèn. Tada! Hallo, ja, dag. Vajèn, een tijd niet gezien. Nou, dat gaat hartstikke mee, hè? Vajèn is gewoon ook altijd knap. Ja, dat is echt waar. Ja, echt zo, Zeggen deze, hè? René is natuurlijk heel erg privileged, want hij zit hier gewoon met 3 vrouwen. Snap je? Zometeen. Hij heeft het heel goed voor elkaar. Ja, heb je hengel weer bij je? Je kan vissen hier, hè? Heb je het gezien in de tuin? Dus je kan je hengeltje uitgooien. Hoe is eigenlijk de introductie natuurlijk, mijn eigen kindje? Hallo! Dus wij dachten, ja, weet je, we willen zelf aan het werk, we willen zelf zingen. Ik was net een nummer even aan het doen, toen dacht ik, oh my god, mijn stem, ik heb even niet meer gezongen, 3 maanden lang. Wat, ik moet weer zingen, weet je wel. Dat is echt, dat is echt zo. Ja, dat is echt gek hoor, maar het is gewoon een spier. Dus ja, die moet je trainen. Maar fietsen verleer je niet. Nee, dus ik kan nog zingen. Dus ik zing niet vals, maar mijn stembanden moeten even opgerekt worden, snap je? Dus dat was een heel grappig moment voor mezelf. Dat ik dacht, dus we willen graag zingen. We willen natuurlijk ook de mensen die altijd zo trouw zijn en altijd naar de musicals gaan, toch ook bedienen. En we willen met elkaar gewoon een mooi product neerzetten. Hoe leuk is dat? En als je het dan ook nog vanuit je eigen huis kunt doen en met superleuke mensen zoals René van Kooten. Ik ken natuurlijk al van Ida, iedereen weet hoe goed die kan zingen. En Vajèn is een superleuke meid. Romy en ik zijn echt gek met Vajèn. Dus we hadden zoiets van, die willen we heel graag bij. Ze zeiden allebei meteen ja. Dus dat is natuurlijk ook even afwachten. En weet je, als dit een succes wordt, misschien doen we het de maand daarna weer met andere gasten. Hè? Je weet het niet. Ja, het zou kunnen, weet ik nog niet. Proefballon ook een beetje? Misschien, ik weet het nog niet. Het is maar een beetje te kijken hoe het gaat. Als ik zo denk, hè, het is dan vrijdagavond 17 juli, het is 8 uur. De avond valt, je hoort het chilpen van vogels. Het doet mij denken aan het begin van Barbra Streisand's tuinconcert in 86 of zo. Ja, dat is absoluut het voorbeeld voor mij. Want echt waar? Ja, we hadden het erover van, nou, wat kunnen we doen? Wat kunnen we bedenken? En toen dacht ik, jongens, hoe mooi is het? Ik heb de tuin. Ja. Ik ben opgegroeid met Barbra Streisand. Ik ken letterlijk elk woordje van haar tekst. Kon ik vroeger dus helemaal meespraten. Zij is een groot voorbeeld voor mij. En ook de puurheid, weet je wel. En het gevoel wat zij toen ook al bracht. Zij bracht het toen heel erg van de natuur. En dat we zuinig moesten zijn op de aarde. Nou ja, het is eigenlijk een actualiteit natuurlijk van nu. Hè, want we zien allemaal hoe goed het met de aarde gaat sinds we gestopt zijn met zoveel overconsumptie en et cetera, et cetera. Daar heeft dit niet helemaal niks mee te maken, maar het is wel mooi om met elkaar muziek te maken, want muziek is sowieso puur en muziek raakt je. En als je dat in deze omgeving kan maken. Dat beeld van Barbra en Barry Gibb in het wit is in mijn geheugen. Is in mijn geheugen gegrift. Ja, natuurlijk. Hoorde jij René dat? Anno 2020. Oh god. Nou, we zijn het aan bespreken. Ik zal het even aan hem vragen hoe leuk dit pakje aan wil doen. And we got nothing to be.